van Brassen ontbidden. In een aantal afleveringen bezoeken wij verschillende studentenverenigingen in Lauwerd. En joen ben ik hier bij Jovjevat. De vereniging is verbonden aan de Heger Hotelskwallen in Lauwerd. En ik ben erg benieuwd wat deze vereniging ervan bakt. En als ik eens vier daarin, dan begint het aardig te roepen naar wien en bier en cheese. En volgens mij een protte gezelligheid. Jovjevat is echt een pure studentenvereniging met alleen maar studenten van de hotelschool. Dus de echte hotello's zitten bij Jovjevat. Dus dat is echt uniek in Leeuwarden. Er is geen andere studentenvereniging die dat ook heeft. Kan ik wat meer vertellen over de samenwerking tussen je Squallen en Jovjevat? Ja, school heeft vooral ook een adviserende rol voor ons. Ze adviseren ons vooral het bestuur dan ook in keuzes die we moeten maken. Daarnaast moeten alle hotelschoolstudenten een pak hebben voor de praktijk die ze daar op school lopen. Wij organiseren de passen van de pakken, de uitgiftedagen organiseren we. We voorzien die studenten ook van een messenzet die ze nodig hebben, een praktijkschoenen. En ook de studieboeken, die regelen wij voor alle studenten. Is er dan ook sprake van een soort van dresscode bij je? Uit het verleden is het wel de kraagjes en de overhemden en de brooks. De gaatjeschoenen zijn wel voorkomend bij onze leden. Dus dat is wel een beetje de dresscode. Het is niet verplicht, maar ja, iedereen identificeert zich er wel een beetje mee. Kan je wat vertellen over de hiërarchie van de Heger Hotelskwallen en Jovjevat? Ja, je hebt normaal gesproken is een student hier 3 jaar lid van de vereniging, daarna gaan ze op stage. En ja, een eerstejaars lid heeft wat minder privileges als een derdejaars lid. We hebben namelijk ook een oude lullenbar in onze sociëteit. En in de oude lullenbar mogen alleen derdejaars studenten of leden van de Jovjevat mogen daar komen. En ja, eerstejaars kijken daar allemaal naar op. En dat is wel heel mooi dat je dan na 3 jaar eindelijk in die oude lullenbar mag komen. En dat je dan ook mensen daaruit mag zetten. Dus dat is wel heel mooi. Krokettentunnel? Ik zou het niet weten. Nou, een tunnel waar je trek in krijgt of zo? Geen flauw idee. Nou ja, misschien dat het de Febo-luik is, maar ik zou het anders niet weten. Je komt misschien? Wat vies. Maar dat is een tunneltje van kroketjes wijzen, maar voor de rest zei het weer niks, nee. Je mond? Kroketten, iets te eten. Een krokettentunnel? Geen idee. En dan misschien een verkeerpunt west krokettenkast krijgen? Dan heb je zo'n kastje, daar kan je weer uittrekken. Dit is een cafetaria? Nee, ik zou het niet weten. Een watte? De krokettentunnel? Nee, die ken ik niet. Nou, het zou een soort snackbar zijn of zo? Een herentoilet volgens mij. De leden van Jovjevat binnen hoe net in de kroeg te vinden, maar ze staan op stritten en willen het collecteren voor de aidscollecte. We beginnen eens even op ziek. Hoe gaat het, goed? Ja, het gaat wel redelijk. Hoeveel mag ik eens voelen? Ja. Ah, er zit nog niet zoveel in. Nee, maar ja, niemand wil geven natuurlijk. En wat doe je nou? Allemaal kutsmoesjes. Liever gif dan hif. We hebben ook een flesje gif meegenomen. Dat is dit. En wat doe je ermee? Ja, hier lopen we rond om toch extra aandacht te trekken voor het AIDS-fonds. Waarom de AIDS-collecte? Ja, wij willen gewoon iets goeds doen voor de maatschappij. En de AIDS-collecte doen we gewoon ook voor de trekkende IER. Maar de studentenvereniging, dus ja, dat is elk jaar. En het is eigenlijk bijna een traditie aan het winnen binnen de vereniging. En hoeveel leden doen er nou mooi? Rond de 40. Die gaan collecteren in de stad. Meneer! Wat ontzettend aardig van jou. Ja, vind je wel. Nou ja, goed. Je moet een beetje om je medemensen denken. Want je bent net gevraagd of je iets wilde geven voor het AIDS-fonds. En je zei nee. Hoe komt dat? Nou, meestal als ik wat wil geven, dan besluit ik dat in alle rust thuis. En niet zozeer op straat. Dus, maar ik onthoud het wel. Ik probeer als nu wel wat te geven. Maar op straat dan overvalt het me meestal een beetje. Vind je ook dat het bij het beeld past van een studentenvereniging? Als dat nou bij het beeld past bij de studentenvereniging, dat kan ik net zeggen. Maar misschien hier het Wossa wijzen, man. Veel mooi het vaker. Absoluut. MUZIEK
Vertel eens, waarom zit je op een fust? Nou, dit weekend hebben wij de Sylvesterloop. Dan rennen we met een fust bier, rennen wij vanaf de bierbrouwerij van Brand en Wielre, rennen wij zo'n jukkel hier naartoe met een steekwagentje. Wielre ligt onder Maastricht, dus dat is pak een beetje 25 uur rennen hier naartoe. Opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet. Laat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een andere keer misschien, maar blijven we maar slapen. Wij kunnen dan misschien als het er haast. Maar over koetjes, voetbal, want wij zijn laatst al later. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. En dat is een van de lekkerste bieren die er is. En die brengen we zelf graag hier naartoe. Dit wie van Brassum ontbidden bij Jovie Vat. Dus proost. Hoi. En Joet en wij een speciale aflevering. Want ik ging op muziek bij studenten van de NHL die het programma maken gaan. Geen mooi? Welkom bij Van Brassum binnen. In deze serie... Auw! Oké, dat wie dus een blooper. Dit is ongeveer 10 keer oer. Nee. 10 keer oer. Nee. 10 keer oer. Nee.